Ik was in het Kronenburgerpark in dit boekje aan het schrijven. Toen ik onderbroken werd door een vrouw van 37 jaar, vertelde ze mij in haar spraakwaterval. Ze kende mij ook van op straat wederzijds. En ik weet een beetje van haar leven. En na gisteren een heleboel. Want er moest een heleboel uit. Dus. Dat was denk ik wel een half uur lang een spraakwaterval. Die na ontmoetingen dus op straat, terwijl ik bijvoorbeeld muziek aan het maken was. Of gewoon al wandelend of fotograferend met camera die nu mij aan het filmen is. Dank camera. Nu ja, dus zo komen we elkaar tegen. En ineens was dat hele verhaal, het hele levensverhaal, daar. De politie kwam daar nog bij. Op een fiets. Blijkbaar waren de twee, de vrouw en de politie, bekenden van elkaar. En werd ons gevraagd of dat het allemaal in orde was, of dat het goed ging. Want er waren inmiddels twee mensen bij komen zitten, drie mensen bij komen zitten. En mevrouw die vertelde toch het hele verhaal gewoon verder. Nu ja, dat ging goed. En het gesprek ging eigenlijk nu verder tussen mevrouw en politie. Mens. En waar het eigenlijk, wat dat betreft, waar ik over aan het schrijven was, was dit. In de wetenschap. Nee, dat hoef ik trouwens niet te zeggen. Ik ga gewoon vertellen. Voorlezen. Iets. 21 augustus. Kronenburgerpark. Nabij de plek waar ik meestal zit, is een introductieteam, introductiespelteam neergestreken. Groepen studenten van de universiteit richting biologie komen één voor één aan om het spel op deze spot zo goed mogelijk uit te voeren. Het spel. Houten skis met banden eromheen voor voetgrip en dan zo snel mogelijk een parcours afleggen. Net terug uit Berlijn hoorde ik steeds drie mensen op deze skis. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Etcetera roepen. Teambuilding. Wat is het Duitse woord daarvoor? Ook moest er een leuke actie bedacht worden door dat groepje. Binnen 3,5 minuut moest deze vervuld zijn. Een van de groepen mocht op het, nu ja, daar werd ik onderbroken, mocht op het ja, boekjes schrijf ik vol eerst op alle rechterbladzijden. Dat vind ik handig schrijven. En dan draai ik het boekje om. En dan schrijf ik nog steeds alle rechterbladzijden vol. Nu ja. Wat er gebeurde met één van die teams, biologie, universiteit, introductie, groepjes, die de opdracht op het Kronenburgerpark dienden te vervullen om een ludieke actie binnen 3,5 minuut
te bedenken, reed reeds een klein vuilniswagentje van de dag, de schoonmaakdienst, mensen van de gemeente Nijmegen, welke veel dank voor het opruimen van al die rotzooi die we met ons allen maken, reed voorbij door het Kronenburgerpark over een paadje. De bekende man voor velen die dan het Kronenburgerpark regelmatig bezoeken, die met dat brilletje en dat grijzende zwarte haar, vriendelijke, toch rustige man, of allebei tegelijkertijd. Nou ja, in zijn geval zeker allebei tegelijkertijd. Alleen dat is zo'n lange zin die eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt in dit hele verhaal. Wat was nu het geval? 15 mensen zo ongeveer, schat ik. Nieuwbakken studenten van de universiteit. Met de opdracht om binnen 3,5 minuten die ludieke actie te bedenken. Gingen richting het kleine vuilniswagentje van de dag, naar deze bekende man, voor sommigen, en vroegen of dat zij eventjes op het vuilniswagentje mochten gaan zitten met z'n allen. Nu ja, dat mocht. En daar zaten ze met z'n allen. En wat gebeurde er? Het autootje reed door het Kronenburgerpark enkele metertjes, en er zaten, ik kwam net terug uit Berlijn met de hele geschiedenis van het nationaal socialisme, fascisme, ander kapitalisme, communisme, muren, ijzeren gordijnen, groeten op allerlei manieren. Daar zaten dus 15 mensen die met z'n allen riepen: high five, high five, high five, high five. Met die opdracht daar vooraf, daaraan voorafgaand, met dat links, rechts, wat het teambuilding natuurlijk, enorm verbetert. En het is ook maar een spelletje. Ik hoef toch ook niet te zeuren. Het is een spelletje. En dan staan ze vervolgens met z'n allen in hun onderbroekjes, omdat dat dan gewaagd is. Omdat je eigen lichaam laten zien gewaagd is. Ja, dankzij wellicht religieuze instituten en andere kapitalistische machtslustigen is kleding een noodzaak. Maar hoe zijn wij geboren? Ja. Nu ja, dat soort spelletjes zie je dan om je heen gebeuren voor de mensen die onze toekomst gaan bepalen. En ik wens hen daar alle wijsheid en kindsheid en vergetelheid en andere scheid bij.